Het enige wat ze zelf moeten betalen is de brandstof. En voor de rest, en de bekeuringen natuurlijk. En voor de rest, alles gratis. Zorg en zekerheid leiden basketbal. En verstegen auto's uit Zoeterwoude deelden zaterdagochtend twee leenauto's uit aan zorgmedewerkers uit de regio. Ja, normaal gesproken zou dat niet eenvoudig zijn. Maar zoals iedereen inmiddels weet, liggen alle sportcompetities stil. en zijn zelfs helemaal afgelast. en gaan niet meer door. Dat betekent dat de meeste van onze spelers naar huis zijn. En dus automatisch dan ook uh, hun contract afloopt en uh, ja, de auto's moeten worden ingeleverd. En die auto's die stonden hier. En uh, de heren van Verstegen hadden zoiets van uh, misschien kunnen we samen iets doen voor de zorggelden. En uh, dat leek ons een fantastisch idee. Dus daar wilden we graag aan meewerken. Ja, ik, uh, ik werk in Gouda, dus uh, daar rijden de treinen wat minder. En uh, daar ga ik hem zeker goed voor gebruiken. Ook in de diensten is het heel fijn dat je gewoon met de auto kunt. Ze mogen in ieder geval minimaal drie maanden houden. En uh, ja, mocht er daarna nog een periode zijn dat we ze nog meer beschikbaar kunnen stellen en dat het nodig mocht zijn, dan gaan we daar uh, zeker mee door. Dat is geen enkel probleem.